die medailles gewonnen hebben, willen jullie je alsjeblieft op tijd melden. We beginnen iets eerder dan in het programma staat en dan gaan wij daarmee aan de slag. En volgen alle ceremonieën achter elkaar. We gaan niet op je wachten. Ben er alsjeblieft als je een medaille gewonnen hebt. We gaan het volgende programma onderdeel doen, dames en heren. Er zijn nog twee zwemonderdelen te gaan. Die 100 meter vrije slag, dames. Hè, ik zei het u al, Sjöström, Kombijojo, Heemskerk, Ottersen, Dekker. We hebben ze allemaal bij elkaar hier in Eindhoven in deze Swim Cup 2014. De 10e editie, gecombineerd met de nationale kampioenschappen. Maar we gaan nu eerst naar de heren 400 meter vrije slag finale. The men's 400 meter freestyle. Op baan 1. Hij heeft zich al verzekerd van een EK startbewijs, de 800 en de 1500 meter. Maar hij wil meer van het RTC Eindhoven. Maarten Proskowski. Baan 2, lane 2, from Norway, Henrik Christiansen. Op baan 3, een man die 2 jaar lang geen 400 meter heeft gezwommen, maar zich nu daarop weer wil bewijzen. Sebastian Verschuren. Lane 4, from Serbia, Vilimir Cepanovic. Baan 5, vanmorgen heel gemakkelijk naar 3:54.77. We zijn benieuwd naar zijn prestatie van het NTC Eindhoven, Ferry Weertman. Op baan 6. Hij komt van een schapeneiland, maar is al een internationale grootheid. From the Faroe Islands, Paul Johnson. Aan 7, lane 7, aus Österreich, David Brandl. En op baan 8, aus Österreich, Felix Albe. Take your marks. De 400 meter vrije slag, dames en heren, zijn we aan begonnen. Aantal toch Nederlandse grootheden op de lange afstand bij elkaar. Ferry Weertman in baan 5. Afgelopen donderdag de tweede Nederlander die ooit onder de 8 minuten zwom op de 800 meter vrije slag. Hele mooie prestatie. Doet het ook goed in het lange baan of in het open waterseizoen. FINA klassement daar. Wedstrijden scherp gezwommen, goed gedaan. Stepanovic aan de leiding, meteen 53-69. Weertman de tweede tijd, 55-14. Andere zwemmer Maarten Proskowski in baan 1. Nog ook een heel succesvol toernooi voor hem. Won al, bemachtigde al 2 limieten voor de Europese kampioenschappen in Berlijn. Tijdlimieten. Op de 800 en de 1500 meter vrije slag. Voor het eerst sinds lange tijd dat we daar 2 Nederlanders naar afvaardigen. En het allemaal zien gebeuren hier in Eindhoven Swim Cup 2014. En dan inderdaad ook Sebastian Verschuren. Een tijd geleden dat hij meedeed aan deze afstand. Wat toegelegd op de kortere afstanden, maar nu hier ook aanwezig. Stepanovic nog steeds aan de leiding, 1:52.29. Weertman 1:53.26.
Voor Weertman is het persoonlijk record 3:50:39. Het komt wat dichter bij elkaar te liggen, dames en heren. Afstand van Stepanovic is niet zo groot meer. Zou Weertman hier dan toch voor weer een hele mooie wedstrijd en een mooie stunt kunnen zorgen op deze 400 meter vrije slag? Dat hij in vorm is, dat weten we. Dat het misschien nog wel beter kan, dat hopen we. En dat gaan we in de komende tijden zien. Weertman gaat er voorbij inderdaad. En gaat hier aan de leiding op het keerpunt. 300 meter, 2:51:23. De heren gaan naast elkaar liggen met nog 75 meter te gaan. Zo'n beetje in deze finale 100 meter vrije slag. Onder het persoonlijk record van Weertman, ongeveer een seconde of twee sneller. We gaan kijken, dames en heren, bij het keerpunt 3:20:53. Dan wordt dat een hele mooie tijd. Hier moet ik hem nog aan in die laatste meters. Wie weet gaat hij hier die Swim Cup wel op zijn naam schrijven. En dat zou een ontzettend mooie prestatie zijn tegen Stepanovic. Stepanovic nog aan de leiding, maar Verschuren komt daarbij, dames en heren. Hij meldt zich ook aan de leiding. Wil meedoen om die prijzen. Wie gaat er hier winnen? Wie wint er hier op die lange afstand, die laatste meters? Wie tikt er hier als eerste aan? Stepanovic ligt nog licht aan de leiding. Hij tikt als eerste aan. 4:48:25. Ah, maar kijk, een heel mooi nieuw persoonlijk record voor Ferry Weertman. 3:48:94. Mooie tijd, Jos, na deze 400 meter vrije slag. Ja, zeer zeker, want Weertman is nu achter Pieter van de Hogeband met zijn Nederlandse record van 3:47:20. En dat dateert uit 2002. En achter Sebastiaan Verschuren nu de derde man die deze 400 meter...